me daar. Vroeger was u parkeerwacht, toen parkeercontroleur, nu toezichthouder. Dat zijn wel steeds andere namen, maar wat is er dan inhoudelijk eigenlijk veranderd aan het werk? Onze werkzaamheden zijn nu veranderd. We hebben nu meer te maken, niet alleen met het negatieve gedoe van, laat ik zeggen, het controleren van betalingsbewijsjes. Maar nu doen we eigenlijk ook heel veel andere dingen die eigenlijk een positief beeld hebben. Dus die parkeerbonnen, dat is één, maar wat is dan het positieve beeld? Nou, je gaat nu dingen oplossen voor de burger, waar anders de burger geen gehoor kreeg. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Ik heb een voorbeeld. Je hebt mensen die gooien een hele gigantische berg zand op een aantal parkeerplaatsen. Dat blijft normaliter, blijft er soms een half jaar liggen. Nu proberen wij dat op een menselijk vlak toch behoorlijk snel weg te krijgen. Maar wat betekent dat dan dat u bijvoorbeeld wijkbeheer inschakelt? Nee, dat doen we zelf. We gaan in gesprek met de burger. En die moet dan zijn eigen zand opruimen, dat wel? Die moet zijn eigen zand opruimen, ja. En dat proberen we op een menselijke manier er te doen. En lukt dat dan meestal wel? Meestal lukt het wel. Want je hebt weinig burgers die daar negatief op reageren. En wanneer stopt u nou precies? Aanstaande maandag, geloof ik. Aanstaande maandag is mijn afscheidsreceptie bij de gemeente Nijkerk. En wat gaat u dan dinsdag doen? Dan ga ik de collega's controleren? Nee, dan ga ik naar ziekenhuis worden geopereerd. Oh ja, en ernstig? Nee, kiesten. Dat is zo gebeurd. Dat is zo gebeurd, hopen we. Maar goed, maar als dat achter de rug is, wat dan? Nou heb ik heel veel plannen. En eigenlijk wil ik die nog een beetje voor mezelf houden. Want het is al... Nou, eentje dan? Nee, een bepaalde gedachte die ik heb, waarin ik... De gemeenschap heeft, laat ik zo zeggen, gemeenschap heeft me eigenlijk 17 jaar aan het eten gehouden. En nu wil ik er iets voor terug doen, zodat wij als gemeenschap van Nijkerk daar met z'n allen van kunnen profiteren. Met andere woorden, we zijn nog niet van Breda af. Je bent nog niet van mij af, je zult nog veel van me horen, in de positieve zin.